In Apeldoorn kwamen vanmorgen zo'n 300 chauffeurs bij elkaar. Ze werden er door de vakbonden bijgepraat over de actuele situatie. Die is nog onduidelijk. Veel hangt namelijk af van het gesprek dat de curator heeft met de bedrijven die de ritten gaan overnemen. Uit die gesprekken zal namelijk blijken hoeveel extra chauffeurs de bedrijven nodig hebben. Ja, het is nu momenteel afwachten wat de vakbonden momenteel nog kunnen doen voor ons. Ja. Dus dat is ja, spannende tijd. Ja, ik ben moeder van twee kinderen. Ik moet brood op de plank hebben. En ik wil heel graag werken. Dus ja, het is een beetje spannend allemaal. De bonden gaan binnenkort met de curator om tafel om te kijken hoeveel werk er nog is. De bonden zijn daarover redelijk optimistisch. De verwachting is van wel, omdat de provincie dat ook wil. Dus we gaan ervan uit dat toch wel een groot gedeelte van de mensen uiteindelijk wel onder dak komt. Maar ondanks dat optimisme zeggen ze ook dat er niet voor iedereen weer werk zal zijn. Het zijn mensen denk ik met korte dienstverbanden. Mensen die misschien via een uitzendbureau werken en dat soort zaken, die krijgen het heel lastig, denken wij. De verwachting is dat iedereen voor het eind van deze week duidelijkheid heeft over de toekomst.